Nee, dat klopt helemaal niet. Het is niet verhoogd. Het is al 2 maanden bijkans, ja, 2 maanden of zo. De prijzen zijn ongewezen. En hoe komen de mensen dan erbij, denkt u? Is er in het verschiet dat er een prijsverhoging op komst is? Nou, als u naar de koersen volgt, kijkt u maar naar de Centrale Bank van Suriname, de site van de Centrale Bank van Suriname, dan zult u zien dat het vandaag 41,92 is. Ja. Dus als de koersen hoog gaan worden, dan gaan de prijzen zeker verhoogd worden. Maar dat doen wij niet, hè. Dat doen wij samen met EZ. Oké, en er is voorlopig goed overleg met EZ hierover? Ja. Dus we maken samen de prijzen en die prijzen blijven we aanhouden.